Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met de boodschappen voor de volle maan in de Ram, die dus plaatsvindt op 17 oktober. En ik heb dus drie boodschappen getrokken en deze heb ik getrokken uit dit deck. Omarm je intuïtie met de maan van Jasmin Boland. Een heel mooi deck met kleurrijke afbeeldingen. En de eerste kaart die ik kreeg is deze. Dus het maanmoment synchroniciteit. En deze kaart gaat dus vooral over je lotsbestemming, dus zoals het eigenlijk hoort te zijn. Dus niets is toevallig. Soms zijn er bepaalde gebeurtenissen in ons leven dat we denken, tja, dat is toeval. Maar ja, toeval bestaat eigenlijk niet. Er zijn allerlei tekens en signalen en bepaalde gebeurtenissen die op je pad komen die eigenlijk zo horen te zijn. Dus als je nu voelt dat je zo meegenomen wordt in een reeks van gebeurtenissen en als je dus voelt dat, ja, dat het wel een soort van heel toevallig is, dan is dit eigenlijk de bedoeling. Het hoort zo te zijn. Dus maak je geen zorgen dat het misschien niet gaat zoals jij echt wil. Weet dat het universum dus echt wel je pad weet en dus weet wat goed voor je is. En jij bent dus eigenlijk op je pad en alles is zoals het hoort te zijn. Zoals het voor jou bestemd is. Dus het heeft geen zin om daar tegen te vechten of om daar je slecht over te voelen of ja. Dat je misschien nog een beetje meer wil sturen. Eigenlijk niet. Het is nu zoals het hoort te zijn. Dus wees gerust, je bent op het goede pad. Wat ik nog kreeg is deze. Dus de weerspiegeling van de maan. En hier staat er dus accepteer je verantwoordelijkheid. Dus als het inderdaad loopt zoals jij dus, ja, zoals het nu gaat. En je bent niet helemaal tevreden. Weet dan dat jij hier eigenlijk wel ergens verantwoordelijk voor bent. Want bepaalde dingen, die horen eenmaal zo te zijn, maar jij schept daar ook in mee. Jij bent een schepper, jij schept bepaalde gebeurtenissen in je leven. Dus als er bepaalde dingen zijn waar jij niet tevreden over bent, dan is het misschien goed om dat bij te sturen. Want jij hebt deze situatie gecreëerd. Als je bijvoorbeeld een relatie hebt waar je dus helemaal niet tevreden mee bent, dat die partner je niet behandelt zoals het eigenlijk hoort te zijn, dan heb je daar eigenlijk ook wel een stuk verantwoordelijkheid in. Misschien heb jij veel geaccepteerd van die partner, ben je niet voor jezelf opgekomen, heb je je grenzen niet gesteld of heb je de lat lager gelegd? Of ben je met eigenlijk dingen tevreden geweest die eigenlijk niet bij je passen? Ja, dan is het aan jou om deze verantwoordelijkheid te accepteren en daar misschien ook verandering in te brengen. Dus deze kaart zegt dat bepaalde dingen op je pad komen omdat het zo hoort te zijn. Ook omdat je dus daar lessen moet uitleren. Dus dat is waarschijnlijk wel ook zo. Maar ja, die verantwoordelijkheid heb jij ook. Dus jij kunt echt wel je grenzen stellen of voor jezelf opkomen. Dus jij kan iets aan deze situatie doen. Wat ik nog kreeg is deze. Dus maanstralen focus. Dus hou je focus op je doel. Je ziet hier dus ook een man die dus naar de horizon loopt. Daar is zijn doel. En er wordt ook van je gevraagd om je dus ook te gaan focussen op je doel. Dus laat je niet te veel afleiden door wat er om je heen gebeurt. Accepteer je verantwoordelijkheid en verander wat er hoort te veranderen. Maar blijf je focussen op je doel. Dus waar jij dus, ja, dat doel dat jij wil bereiken. Dat is heel belangrijk. En daarvoor zul je dus inderdaad bepaalde acties moeten ondernemen. Of bepaalde grenzen stellen voor jezelf opkomen. Maar het is belangrijk om je dus op dat doel te focussen. Zo, dit waren dus de boodschappen voor de komende volle maan. Dus op 17 oktober. Ik wens jullie alvast een hele fijne volle maan toe. Dankjewel voor het kijken, voor het liken, voor het reageren en voor het delen. En ik zie jullie heel graag terug in een volgende video. Daag!